rondbij van de rondbij die als eerste in de rechterlijn komt. En het ziet er ook maar uit dat de aanleg van de rondbij hier naar de overwinning gaat lopen. Eerste plaats voor de rondbij. Gitter Bellemans van DCLA en Marijke Wijnmalen van DCLA. Dat er geen oudelijke mensen op de stadion. En ze zijn van start gegaan. Mooi duel tussen deze twee atleten van de regio Brabant. Camille van Rompuy. En dan Jonas Elen. Camille van Rompuy wordt hier kampioen van Brabant. In een mooie persoonlijke wedstrijd. Nationale top
bijna genoeg is. Tellemans, Porton, dat zijn de twee atleten die strijden om winst. Het is uiteindelijk Tellemans die het haalt. En daar zijn ze vertrokken. 11 kadettenmeisjes voor 3 podiumplaatsen. Dit zijn ze. Aan de bel. Het zijn daar in de Mantelee en ja, de Koekelbergs die in de achtervolging gaan op de atleten van Roma. Jolente Adem maakt er een start tot finish. De wedstrijd van in deze 800 meter bij de kadettenmeisjes. Deze provinciale kampioenschappen van Vlaams-Brabant. Het kan weer nog spannend worden. Wat gebeurt er hier in de laatste meters? Oh ja, het is toch nog in de Mantelee van de week. En daar zijn de 5 sommige meisjes betrokken. Jolente Alen en Janan Moens aan het podium. Van Bellingen, De Sager, Van de Satten, Breugelmans en Lieve Zoon komen ze hier door aan de bel. Met nog 1 ronde voor de boeg. 3 atleten hebben nog altijd uitzicht hier op winst in deze 800 meter bij de scholieren meisjes. Pieterstrijd wordt in de sprint betwist. Breugelmans van de CLA neemt het voortouw. Nee, het is Laura de Sager die terugvecht. Laura de Sager van Roma. Van de Laura de Sager van de CLA. En dan zijn ze de starter hier. En dat is een gedurfde start van de atleten van VHC. Sarah Wijs komt wel bijzonder snel door aan de bel in 63 seconden. Het is Laura Hoekbroeks die de achtervolgende groep leidt. Een atlete die haar debuut maakt op deze 800 meter. Specialisten van de lange afstand. Maar Laura toont hier dat ze een mooie winterperiode achter de rug heeft. Op weg naar de provinciale titel in deze 800 meter. Voor Karel van Driessen. Hanna Optijden. Oké, op de derde plaats Jana Lulens van Europa. Ja. Podiums, senioren, vrouwen, discuswerpen staat klaar op de derde plaats. Winst in deze 400 meter. Mooie 52-68 voor Ben Vermout. Come on, son!
in de buitenbaan. Maar die mandelen stikken door, zelfs aan de paas van de Hazes. Haalt het hier in deze 400 meter scholier. 52-75. Van Vermout, dat zijn de twee atleten die als eerste in de rechte lijn komen. Emiel van der Plaatsen. Nu zijn ze rechtstreeks in de rechterlijn, zij aan zij. En het is ook wel Matthias Gijsbrecht van DCLA-Bio in Raadsburg, Oscar Lies van Roma. Matthijs en Wouter Foxel. Sebbe Matthijs. Kom aan, Nico! Kom aan, Nico! En dat is een mooie 73-78 die hij op de grond. Tormans die als eerste uit de bocht komt, kan Jacob Kepkens nog terugkomen. Daar komt nog terug, Jacob Kepkens gaat de staan halen in de officieuze 53. Thank you.
podium junior 400 meter op de derde plaats Rudolijs van Boeien. Deelnemen en dat betekent dat we met liefst. De laatste twee wedstrijden in actie. Eerst is dat de Moeders die op de tweede plaats staan. Voor de vierde aan te sluiten staat de Hazes even los. En dan starten we met. Om je lek, dit op de. Zijn ze gestart? Camille van Rombay is het snelst gestart. Camille van Rombay, Victor Verlinde, Robbe van Rombay, Camille of Robbe. Ja, ook hier moeten we. En dan zijn ze start gegaan. Ze zijn Dominguez van DCLA, Maak van DCLA, Joost Jansen van Robouw, Pepijn van Hechterijk van DCLA. En DCLA, elke nieuwe klops van DCLA, Robert van Damme van Roa. En die zwaaien.
en die zal van best. We gaan stilaan richting 1000 meter. En dan is de pijl ook niet meer zo ver af. 59 en dan doen we nog twee atleten in de wedstrijd. Dat zijn de Winter van de week. Kom op, Arno! Kom op, Arno! Met Andy Keimolen, Kober Hermans, Pieter Verschoren en Elias Sleeks.
Jansson met zijn zeven. Sakkerlander, Kampioenus, zet zich voor jullie gebouwen in de woord voor de secretariat verwacht. En de wachten van onze zeven kennen we aan die vier. In de kopgroep zien we op de vierde plaats ook Louis Lemaitre van Meringleven, die hier vele jaren geleden al een mooie. Ze gaan nu voorbij komen aan 3 kilometer punt en de klok geeft 9 minuten 23 aan. Ja, Rosso, de gemiddelde atleten die tegen de zijn gaan als de kopgroep is in hand. Zet op de lijn. 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 Zet op de lijn.